Adonai en wie is als hij en is het niet de Heer zelf die regelmatig in het woord zegt met wie wil je mij dan vergelijken en er is ook geen vergelijkingswaarde dus waarom zou je er ook aan beginnen een hele goede morgen het is weer fijn om in uw midden te zijn het is een jaar geleden hoorde ik uh, boven en ik dacht dat het twee jaar was maar het is een jaar geleden en uh, het is gewoon geweldig dat we zo met elkaar rondom een geopende Bijbel samenkomen. Want het is toch bijzonder dat we het woord van God hebben? Of vindt u dat niet zo bijzonder? Nou, het is heel bijzonder, want er zijn meer dan 6700 talen in de wereld. En maar 800 talen hebben de hele Bijbel in hun taal. En wij zijn er één van. En sommigen onder ons kunnen het misschien nog wel in twee of drie talen lezen. Wij hebben het. Woord van God. En we hebben gezongen, uw woord is een lamp voor mijn voet, maar het werkt pas met een geopend woord. Een geopend woord verspreidt licht, en een geopend woord geeft licht op ons levenspad. En God spreekt door zijn woord. En ook zo deze morgen vanuit de tweede brief van Paulus aan Timotheus, als u die wil opslaan, 2 Timotheus hoofdstuk 4. Daar gaat de prediking van morgen over. Met het thema: houd vast aan het Woord, want er komen andere tijden. En zoals al gezegd is, wij leven al. In die andere tijden. Wij leven echt in de eindtijd. En we zien echt wereldwijd. dat alles begint in te druizen tegen het woord van God. Elke vorm van gedachte, elke vorm van sociaal leven. En laten we dan nog maar niet spreken over het huwelijk, over man en vrouw zijn. Twee Timotheus. Laten we eerst de verzen lezen met elkaar. Dan zegt Paulus dit: ik bezweer u. Ik bezweer u ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, die levende en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn Koninkrijk. Predik het Woord. Volhart daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt en, wat voor, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte. Ze zullen van hun ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u, maar u wees nuchter in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist, vervult uw dienst ten volle. Ik, zegt Paulus, ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten. En het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een eind gebracht. Ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid. Die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook alle die Zijn verschijning hebben lief gehad. Tot zover het Woord van God zullen we bidden om een zegen. Vader, dank U wel dat we hier met elkaar samen kunnen komen, heren, om U alle lof en eer te brengen, heren, van onze lippen, maar ook van ons hart. Heren, dat we Uw Woord mogen overdenken, maar we hebben zo de leiding van Uw Geest nodig, heren. Om geconcentreerd te blijven, om te luisteren en om de woorden, Heere, via de oren laten afdalen in ons hart. Zodat het Heer ons leven ook beïnvloedt. Dat het de ziel mag raken. En dat we hiermee onszelf ook zullen onderzoeken. Maar hoe is het eigenlijk met mij? Ja, Heere, we kijken soms zo gauw op de ander. Maar laten we onszelf spiegelen deze morgen. Spiegelen aan uw woord. Spiegelen waar wij staan. Vandaag de dag in een wereld die zo aan het veranderen is. Here, komt tot uw doel. En dat bidden we uit genade. In de naam van de Heere Jezus. Amen. Het bijzondere van deze tweede brief is, is de verhouding van Paulus met Timotheus. In zijn eerste brief gaat het zo over de bediening van Timotheus in de gemeente. Maar hier heeft hij Timotheus zelf op het oog. En we lezen dat juist ook in de eerste verse. Hij noemt hem mijn zoon. En hij spreekt hem ook zo aan. Hij uit ook zijn bezorgdheid over Timotheus. En het verlangen om hem te ontmoeten. Nou, je verlangt naar iemand als je met iemand een band hebt. En dat is het kenmerk van deze brief, is de diepe relatie die Paulus heeft met Timotheus... Als een vader voor zijn geestelijke zoon, als een herder voor de schapen, als een oudste voor een discipel. Je ziet er hele prachtige lijnen in. En bijzonder is ook, als we het gedeeld hebben gezien, wat we gelezen hebben, dat Paulus hier op een hele andere manier schrijft. Als je kijkt naar Romeinen, dan vraag je je af wanneer komt nou eens die punt van die zin. Dat zijn van die lange zinnen. Waarin hij maar doorbouwt. Maar hier is hij continu, heel kort, heel krachtig. Met andere woorden, Timotheus, ik wil er niet te veel tijd aan besteden. Ik wil dat niet uit gaan bouwen, want je weet het al. Maar ik wil je ervoor waarschuwen. Ik wil je duidelijk maken waar je moet gaan staan. En dat doet hij hier zo mooi in dit gedeelte. En hij begint dan ook in hoofdstuk 4 met vers 1. Heel zwaar is dat eigenlijk, heel sterk te zeggen. Ik bezweer u. Andere vertaling zegt, ik betuig of getuig. Nou, het Griekse woord kan ook beide betekenen. Het en ene keren het bezweren. Het is echt zo, dit moet je doen. Maar ik getuig met een krachtige wijze. Dat zien we bijvoorbeeld terug in handelingen 10: Als. Petrus tegenover Cornelius staat en uitlegt wat de Heere God hem op zijn hart heeft gelegen. En dan zegt hij: En hij, de Heere God, heeft ons bevolen tot het volk te prediken en te getuigen. Dan gebruikt hij datzelfde woord wat Paulus hier gebruikt met bezweren. Met andere woorden, dat is geen slappe aftreksel. Het is een krachtige getuigenis van het woord van God van de waarheid, en hij zegt te prediken en te getuigen dat hij degene is die door God aangesteld is tot een rechter over levende en doden, en dan heeft hij het over de Here Jezus Christus. En dan onderbouwt Paulus dat, want hij zegt niet alleen: ik bezweer u. Maar hij zegt, ik bezweer u ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus. Met andere woorden, Timotheus, de bediening die je heeft, die is niet allereerst verantwoordelijk voor de gemeente waar je voor staat, of voor de mensen waar je voor predikt. Jouw leven is eerst in relatie met God. En ik weet niet hoe het bij u is, maar ik kom uit Katwijk. En in Katwijk zijn de mensen nogal bezorgd over wat zullen de buren er wel niet van zeggen. Ik weet niet of u dat kent. Een ijsje kopen op zondag, maar wat zullen de buren er wel van zeggen? Of noem maar op. Wat zullen de buren ervan zeggen? Lieve broeders en zusters, allereerst gaat het er niet om wat de buren ervan vinden. Het gaat erom hoe kijkt God naar? Dat is onze eerste verantwoordelijkheid in ons leven. Is ons leven wel behagelijk in de ogen van de Heere als hij naar ons kijkt? Ik weet niet hoe het met u is, ik, ik probeer wel eens beeldvorming te hebben bij dingen. Als de Vader en de Zoon samen in de hemel zitten, nou de Heer Jezus gezeten aan de rechterhand van de Vader, maar hoe dat werkt weet ik niet, want God is geest en niemand zal Hem zien. Hoe zit dan de Heer Jezus aan de rechterhand van de Vader? Maar het laat iets van eenheid zien en dan denk ik wel eens, hoe zouden ze naar mij kijken? Hoe zouden de vader en de zoon gedurende de dag naar Jack nuchter kijken? Op deze manier nee hè. Gaat hij weer. Of zouden ze naar me kijken en zeggen: "Kijk, streng van ons." En daar verlang ik naar. Dat mijn leven wel behagelijk voor de heren zal zijn. En dan niet in mijn, alleen mijn levenswandel, maar in mijn man zijn. In mijn echtgenoot zijn, in mijn vader zijn, in mijn opa zijn, in mijn bediening. Hoe kijkt de Heere naar me? En Paulus zegt hier: Ik bezweer u tegenoverstaande God. En over de, tegenover de Heere Jezus Christus. Met andere woorden, Timotheus, ik vraag je niet om dat voor mij te doen, ik wil je oproepen te rekenen voor wie jij verantwoordelijk bent. Want dat houdt hij aan. Hij zegt: Ik bezweer u ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus. Welke Jezus Christus? Die de doden, de levenden en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Met andere woorden: Jezus Christus is niet alleen de naam waardoor wij behouden kunnen worden. Het is niet alleen de enige weg waardoor wij behouden kunnen worden. En neem dat boekje straks mee. Is er een derde weg? Nee, die is er niet. Er is maar één weg tot behoud. Niemand komt tot de Vader dan door mij, zegt de Heer Jezus Christus. Waarom? Omdat Hij de weg, de waarheid en het leven is. Maar Hij is niet alleen als zaligmaker, als verlosser gekomen. Hij is niet alleen gekomen om voor ons te bidden en te pleiten, maar wij hebben ook gezongen over het lam. En wie is er waardig om de boekrol te openen? Dat is het Lam van God. Dat is de Heere Jezus Christus. En Hij zal ons niet oordelen, maar wel beoordelen hoe onze werken zijn geweest. Want het oordeel over de zonde heeft Hij gedragen. Wat een rijke zegen is dat. Maar te weten dat de werken wel beoordeeld zullen worden, dat is heel wat anders. Maar Paulus zegt hier ook, hij zegt hij zou oordelen levende en doden bij zijn verschijning in zijn koninkrijk. En wat laat dat zien? Paulus is nooit de zekerheid van de wederkomst van Christus uit het oog verloren. Nog steeds had hij die hoop. En ik hoop dat u dat hebt. Dat Jezus Christus die is opgestaan, hij leeft. Hij is ten hemel gevaren. En hij zegt tegen de, de engelen zeggen tegen de Galileese mannen: Wat sta je nou naar boven te kijken? Hij zal op dezelfde wijze wederkeren. Hij zal komen. Hij zegt: Timotheus, hou daar nu rekening mee. En dan heel kort, predik het woord. Je zou bijna denken. Bij Paulus hoort daar een komma. Want hij gaat uitleggen waarom het woord en hoe dat theologisch in elkaar zit. Hoe de verbanden zijn te, vanuit Genesis: dat de zondeval is gekomen. Hij gaat het over de verbonden met Abraham, Isaac en Jacob hebben. Hij gaat het over de wetgeving hebben. Het priesterschap via Aaron. Het koningschap van David. Het nieuwe verbond. Hij zegt: nee, predik het woord predik het woord. Waarom? Omdat het woord van God is een kracht van God. Daarom hoef je het evangelie niet te schamen, lieve broeders en zusters. Het is een kracht Gods tot behoud van een ieder die dat gelooft. Predik het woord, dan gaat de Heilige Geest, die gaat dat woord bekrachtigen in degene die hun oren en hun hart hebben opgezet. Je kan hem ook toesluiten. Je kan zelfs zo ver weg gaan dat dat woord ketst, afketst, want je wil het niet meer horen. Of het gaat er hierin en het gaat er hieruit. Er was nog zo'n prediker uit Engeland, die. Vert... Ja, was Engeland. En die predikte die boodschap. En die zei. Daar moet je voor oppassen, lieve broeders en zusters. Dat het woord van God niet hier binnenkomt en daar naar buiten gaat. Een week later, hij kijkt de kerk binnen. Hij ziet de mensen zitten. En hij ziet een man zitten zo. Een beetje verbaasd: waarom zit die man zo? Maar de hele preek zat hij zo. Dus hij laat er naar hem toe. Hij zegt: Broeder, heeft u zo'n last van uw oor? Hij zegt: Ik heb geen last van mijn oor. Ja, maar waarom zit u zo? Hij zegt: Vorige week heeft u daarover gesproken. Ik ben zo iemand. Tijdens de preek komt het binnen. En ik merk als ik wegga dat het ook alweer eruit is. Er is niks blijven hangen. En dat wil ik niet meer. Dus ik, ben, ik heb er nou voor gezorgd. Het moet wel afdalen. Het kon niet meer weg. Maar die man had het wel begrepen. Het woord van God naar binnen laten komen. En hij zegt: Predik het woord. Waarom kon Paulus dit zo kort bevestigen in zijn brief? Nou, moet u eens meegaan naar hoofdstuk 1, vers 8. Een paar versen waar we kunnen zien dat. Paulus in de brief, Timotheus had voorbereid op die krachtige opmerking. In 1 vers 8, dan zegt hij, schaam u het evangelie niet het, nee, schaam dan niet voor het getuigenis van onze heren en ook niet voor mij. Dus met andere woorden, Timotheus, schaam je niet voor het evangelie. Vers 13... Houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden die u van mij gehoord hebt in geloof en liefde, die in Christus Jezus zijn. Hoofdstuk 2, vers 2. En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Hoofdstuk 2 vers 15. Beijver u dan om uzelf wel beproefd voor God te stellen als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het woord van de waarheid recht snijdt. Hoofdstuk 2 vers 24. Hoofdstuk 2 vers 24. En een dienstknecht van de Heer moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor alle, bekwaam om te onderwijzen en iemand die de kwade kan verdragen. Hoofdstuk 3, vers 10: Maar u hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs: levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding en zo gaat hij maar door. Hoofdstuk 3, vers 14: Blijf echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent omdat u weet van wie u het geleerd hebt en u van jongs af de heilige schriften kent. Dus Paulus heeft in die brief al een heel norm fundament gelegd en Timotheus in herinnering gebracht waar hij staat en op afrondend zegt hij, predik dat woord, predik het woord. En dat was zo belangrijk. Maar waarom was dat dan nodig? Waarom was het nodig om bij dat woord te blijven? Nou, dat hebben we al gezien, eigenlijk ook in Lucas hè, en in Matthäus staat dat ook in de verleiding op de Heer Jezus: teruggrijpen naar de schrift. En wij worden misschien niet verleid om onszelf van het dak af te gooien, of wat dan ook. Maar wij worden wel door de duivel verleid in onzekerheid. Wat heb ik geworsteld toen ik tot geloof kwam op 35-jarige leeftijd? Zonder maar enige opvoeding in het christendom. Ik was nog nooit in de kerk geweest, nog nooit een Bijbel gelezen. Maar God was aan het werk via mijn vrouw. Mijn vrouw kwam eerder tot bekering. En ik kwam tot geloof. En de voorganger die had gezegd: degene die mij discipelde. Je bent vergeven, je bent gerechtvaardigd, je staat onberispelijk voor God. En dat klonk zo mooi in mijn oren. Maar in mijn gedachten was het meer van... Ja, de, Weet je wel hoe ik in mekaar zit? Weet je wel hoe zondig ik ben? Weet u wat hij zei? Hij zegt, nee, dat weet ik niet. Maar God weet het zelfs beter dan jijzelf, hoe zondig je bent. Want jij weet van dingen, die heb je geneest meer in de gaten. Maar God ziet alles. En ik moest leren om terug te grijpen op het woord van God. En een vers wat mij door de eerste maanden, zeg maar, de eerste twee jaar geholpen heeft, is 1 Johannes 5, vers 13. Deze dingen heb ik u geschreven, u die gelooft dat gij het eeuwige leven hebt. Het is u gegeven en je hebt het. En daar moest ik aan vasthouden. Ik moest mijn gevoel ondergeschikt maken aan dat woord van God. Paulus zegt hier: predik dat woord. Grijp terug naar dat woord. En misschien, zoals we hier zitten, zijn we allemaal geen predikers. In plaats van predik het woord, wil ik u zeggen: houd vast aan dat woord van God. Wat zegt het woord van God over uw man zijn? Wat zegt het woord van God over uw vrouw zijn? Wat zegt het woord van God over uw huwelijk? Ja, maar, nee, geen ja, maar. Wat zegt het woord van God? Dat is je fundament. Dat heb je nodig. En als dat gaat werken, dan ga je merken: dan word je een standvastig, volhardend Christen. Omdat God die dingen aan je hart gaat bevestigen. Maar de reden hier is. Is in hoofdstuk 3, u weet dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. En we leven in die tijd dat er zware tijden zullen aanbreken. Dat predikers sommige dingen niet meer durven te zeggen voor de, vanwege de consequenties. We mogen niet meer over zonde praten. We mogen niet meer over oordeel spreken. We mogen niet meer over absolute waarheid spreken. We mogen niet meer spreken dat je een man bent of een vrouw bent. En daar kunnen consequenties aan zijn. Maar Paulus zegt: voor hard daarin. Die tijden breken aan. De tweede reden is ook: er komt een tijd dat we het ook niet meer willen horen. Als ik in mijn vlees kijk, hoor ik liever leuke dingen. En het gaat goed met je en God is liefde, maak je geen zorgen. Ha, ah, die zonde, joh, hij ziet het wel door de vingers. Nee, God haat de zonde. Want God is rechtvaardig, Hij is heilig en zegt: daarom wees heilig, want ik ben heilig. Dat is die uitdaging van als je wederom geboren bent, die wandel te gaan zoeken, heilig en rechtvaardig voor het aangezicht van God. Hij zegt die tijden die zijn erin, en daarom hebben we de Schrift zo nodig. Want dat zegt hij in vers 16 van Hoofdstuk 3. Waarom predik ik het woord? Omdat heel het woord, hier zegt hij de Schrift, is door God ingegeven. Want hoor ik tegenwoordig ook veel mensen die zeggen, ja, dat moet je niet zo serieus nemen, dat is door mensen geschreven. Nee, heel het woord is geïnspireerd door God en door mensen opgeschreven. En het is het woord van God en heel de schrift is door God ingegeven. En hoor wat het zegt. En het is nuttig. Voor je geestelijk leven, voor je geestelijke groei. Het is nuttig. Nuttig voor wat? Om daarmee te onderwijzen. En wat wordt er vandaag de dag veel onderwezen vanuit ik vind. Mijn vrouw en ik, we waren, toen zaten we nog in de zending, toen waren we een keer uitgenodigd, terwijl we op verlof waren op een bijbelstudiekring. En wij daar naartoe, geen idee hoe dat daar toe ging, maar daar gingen ze de preek van afgelopen zondag gingen ze dan bespreken. En ze lezen dat gedeelte en dan gaan ze, Henk, wat vind jij ervan? Ja, ik vind die... Marie, wat vind jij ervan? En wat vind jij ervan? Uiteindelijk vond iedereen er wat van. En toen kwamen ze bij mij. Ik zeg nou, ik heb de preek niet gehoord, maar het is niet belangrijk wat ik ervan vind. Wat zegt het woord? En toen zat er iemand: nee, hè? Jack nuchter weer met die Bijbel. Op een Bijbelstudiekring. Het gaat er niet om wat u en ik ervan vinden. Het gaat erom wat heeft het te zeggen. En dat is een hele andere houding. En daarom zegt Paulus in vers 16: De reden waarom jij dat woord moet prediken. is omdat heel de schrift door God is ingegeven. En die schrift, dat woord, is nuttig om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren. en op te voeden in de gerechtvaardigheid. En lees vers 17: Opdat de reden waarom? Opdat de mens die God toebehoort, behoort u God toe? Nou, blijkbaar niet. Nou, ik behoor God toe hoor. Weet je waarom? Omdat ik gekocht en betaald ben door dat kostbare bloed van zijn zoon. En ik ben zijn eigendom. En Johannes 1, vers 12, die zegt: Door alle die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven. Het Griekse woord zegt: Recht van spreken gegeven om een kind van God te zijn. Dus dat is geen hoogmoed, dat is niet iets toe-eigenen, dat is lezen wat er staat. Dat is de zekerheid van het geloof. Dat is een fundament. U moet niet gaan proberen om die zekerheid te gaan verdienen. Wij moeten leren om vanuit die zekerheid te leren gaan leven. Genade is niet makkelijk. Leven uit genade vind ik soms zo moeilijk. Is het dan werkelijk zo, heren, dat wij behouden zijn door het geloof en door genade en niet uitwerken op dat niemand roemen? Ja, dat is zo. Want dat staat in zijn woord. Het is het volbrachte werk van de Heer Jezus, waar we niets aan kunnen toevoegen. Dat is de genade van God. Nou, leer daar maar uit te leven. Dan merk je dat je steeds weer terug moet naar dat woord van God... Die jou bevestigt dat het zo is. En dan zegt hij: vol hart daarin. Timotheus, Timotheus, hoe je hem ook uitspreekt, vol hart daarin. Waarin? Bij dat woord te blijven, dat woord te prediken, vol hart daarin. Wanneer? Gelegen of ongelegen. Ik hoor mensen dat dit vers gebruiken voor de ander. Als je bij iemand inbreekt in zijn leven met het woord. Ja, dat staat in de Bijbel. Ik moet dat woord brengen. Gelegen of ongelegen. Dus of het die ander niet uitkomt, dat maakt niet uit. Ik doe wat ik moet doen. Heeft er niet mee te maken. Het heeft met Timotheus te maken. Timotheus predikt dat woord ook als het je niet uitkomt. Ook als je merkt, hier komt een reactie op. Ook als je merkt, hier gaan ze stenen werpen. Ook als je merkt. Als ik gevangen word genomen, predik dat woord, gelegen of ongelegen. En wat wordt er vandaag de dag een beetje aangepast, want het komt niet zo uit. Mocht nog eens ergens voor het eerst spreken, ik was daar nooit eerder geweest, toets het een beetje. En ik denk, ik, weet, ik ken de gemeente niet, ik ga, ik ga de Heer Jezus centraal zetten. En aan het eind van de dienst kwamen de oudsten, die kwamen naar me toe en die zeggen, broeder, het was een mooi woord, maar. Ik zeg, ja, wat is de maar? Maak u zin maar af. U heeft het wel veel over Jezus. Ik zeg, heeft u daar dan moeite mee? Ja, dat zijn we niet zo gewend. Ik zeg, nou, nu moet u me meer vragen, hè? dan gaat u er aan gewend raken hoor. Maar ik ben nooit meer teruggevraagd. Weet je, het gaat er niet om of het mij hun gelegen komt, komt het mij gelegen. Ik moet het woord brengen. En zo moeten wij ook, of het u wel of niet uitkomt, staande blijven bij dat woord van God. Gelegen of ongelegen. En dat is ook bij het brengen van het woord. Weet je wat zo'n mooi voorbeeld is? Is Jozef. Als Jozef in de gevangenis zit, onterecht, hij had niks gedaan. Maar hij zit daar in de gevangenis. Het bijzonder is, zoals de Heere bij hem was bij Potifar, zoals de Heere bij hem in de gevangenis. Dat Is mooi, hè, dat God met je meegaat, de gevangenis in. Hij is bij Jozef en Jozef moet twee dromen uitleggen. Het eerste, natuurlijk de mooiste. De makkelijkste van de schenker. En het schenker, maak je geen zorgen. Het komt allemaal goed. Heerlijk. Je gaat weer. Terug in je plek. En je, en je zal de farao weer dienen als voorheen. Heerlijke boodschap. En de bakker, die dacht: Wauw, nou ik? En wat doet Jozef? Wint er geen doekjes om. Heel kort en krachtig legt hij zijn droom uit. Kwam dat Jozef gelegen? Nou echt niet daar hoor, in die positie. Maar hij wist dat hij het woord moet brengen. Je merkt het soms met de evangelisatie. Dan hoor je alleen maar Johannes 3, vers 16. Want al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat in ieder die hem, hem gelooft niet verloren gaat, maar dat eeuwige leven heeft. We hebben het over een God van liefde. Waarom halen we de versen 17 en 18 er niet bij? Want degene die niet gelooft, is reeds geoordeeld. Ja, maar dat komt niet zo gelegen. Nee, maar dat hoort wel bij het evangelie. En Johannes 3, vers 36 zegt zelfs dat als je niet gelooft, dat je de toren van God blijft op je. Met andere woorden, als u niet tot geloof en bekering bent gekomen en u zit hier, dan zit u hier zelfs in deze ruimte met de toren van God op uw hoofd, op uw leven, en die kan alleen maar weggenomen worden door in Hem te geloven, met uw eigen mond te beleiden en met uw eigen hart te geloven dat Hij de Zoon van God is, dat Hij voor uw zonden is gestorven en u zelf niet kunt rechtvaardigen. En zo niet, dan ga je als geoordeelde nog steeds verder in dat leven. En Paulus zegt. Dat komt niet uit, hè? Maar die dingen moet je wel brengen. En dan zegt hij hier verder. Hij zegt, voor hard daarin, gelegen of ongelegen, weerleg, verstraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. Met andere woorden, het kan ook wat tijd kosten. En weet u, het kost soms tijd. Want de Heer is nog steeds met ons bezig. En daaruit vandaan moeten wij ook leren geduld te hebben met een ander. De versen 3 en 4 zegt hij. Van die noodzaker zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte. En dat zie je gebeuren. Wij willen dat evangelie niet meer horen. Wij willen een aangepast evangelie voor deze tijd. Dus dan moeten we ook sprekers en oudsten, ouderlingen en gezagdragers hebben die daarin overeenstemming mee zijn. In Rijnsburg is een voorganger, een dominee, die wordt er aangenomen. Is praktiserend homoseksueel. Hij woont met een man samen en heeft geëist dat hij met zijn vriend ingezegend wordt. Wat betekent dat? Dat die gedachte in de gemeente leeft. Dan heb je ook zo iemand nodig die de gemeente daar verder in onderwijst. We gaan leraars zoeken die overeenkomstig onze eigen begeerte, onze eigen gedachten, dat woord van God gaan prediken. Dat zien we gebeuren. En zij zullen, vers 4, ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren. Dus het zijn niet mensen met twee oren open. Het zijn niet ook mensen met één oor open, één oor dicht. Het zijn mensen die hun vingers in hun oren houden als je met het woord van God komt. Want dat willen ze niet horen. Ja, jij weer. Ja, zo zie jij het. Nee. Zo lees ik het. Zo staat het er. En dat is een strijd die wij hebben te gaan. Lieve broeders en zusters, wij zitten in deze waarheid. En het wil niet zeggen dat die mensen niks meer geloven. Nee, ze geloven alles wat hun eigen waarheid onderbouwt en ondersteunt. Dat geloven ze. Maar kunt u zeggen, ik wil dit geloven? Het woord van God. Wilt u zich aan dat woord van God onderwerpen? Dat is wat David zo mooi doet in Psalm 139. En dan beschrijft hij dat hij God erkent als de God waar je eigenlijk niet omheen kunt. En in het laatste vers, dan zegt hij nou, als het zo is, heren, hier ben ik. Onderwijs mij maar en toets mij maar. Overgave aan God en aan zijn woord. Maar dan gaat Paulus verder. En in de contrast, als een soort paradox, op al die mensen die het anders willen. En anders leven en anders denken. Dan zegt hij in vers 5: Moet u horen. Maar u. Maar u. Maar jij. Maar wij die geloven. Dit gebeurt allemaal. Maar u, kind van God, maar u, wees nuchter in alles. Nou, dat heb ik al mee. Naam, kijk nuchter, maar dat zegt helemaal niks. Ben ik het in mijn leven? Ben ik nuchter in mijn verstand? Laat ik me niet te vlug afleiden? Hou ik mijn gedachten erbij? Wees nuchter in alles. Hou het verstand erbij. Wees nuchter, met andere woorden, houd je oog gericht op de Heer Jezus. Hebben je 12, vers 3? Vestig uw aandacht dan op de Heer Jezus, de voleinder van uw geloof. Hou vast aan Hem. Maar u, u te midden in het leven van 2022. En wie weet hoeveel jaren de Heer u nog geeft. Maar u, broeder en zuster. Blijf standvastig bij dat woord van de Heer. Leid verdrukkingen. Ja, Paulus, moet dat er nu weer bij? Kun je dat nou niet eens een keer op de parkeerplaats zetten? Nee, leidverdrukking, dat hoort erbij. Als je de Heer Jezus wil volgen, dan behoor je tot die kleine verkoren groep van Christus die anders staat in deze wereld. En je wereldje wordt ergens in de samenleving wordt die kleiner. En daarom hebben we de gemeente zo nodig. Hebben we elkaar zo nodig. We zijn aan elkaar gegeven. Hebreeën 10 zegt ook, verzaak uw bijeenkomsten niet, zoals sommigen gewoon zijn om dat te doen. Waarom niet? Omdat het daarvoor gaat om elkaar te bemoedigen en te versterken. U kunt hier niet iemand bemoedigen als u er niet bent, maar u kunt ook niet bemoedigd worden als u er niet bent. Samenkomen als broeders en zusters, als kinderen van de Allerhoogste, maar u. Ja verdrukking. En wat kunnen velen van ons daar over getuigen, alle in je eigen familiekringetje? Kerkverlater. Word je dan genoemd als je naar een evangelische gemeente gaat? Of jij weer met je geloof? Denk je dat je beter bent dan ik? Dan gaat het allemaal nieuw. Maar je merkt steeds, het wordt kleiner. En als je de Heer wil volgen, dan voel je er ook steeds minder deel van. Het wereldje wordt kleiner. Kan ook niet anders. Als je je aan de waarheid wil vasthouden, dan wordt het moeilijker om te leven in de wereld van leugen. En je gaat door een geopend woord, ga je zien dat de wereld inderdaad. Onderdanig ligt aan de overste van de wereld. En dat is nog steeds de duivel. De vader van de leugen. En hij zegt verder: doe het werk van een evangelist. We lezen nergens dat Timotheus de gave van een evangelist had. Maar hij zegt: Doe het werk als een evangelist. Want waar je het hart van vol is. Spreekt de mond toch automatisch van over. Als je zelf vol bent van de Heer. Dan kun je het toch ook niet nalaten om daarover te spreken. Gelegen of ongelegen. Waar het hart van vol is. En hij zegt, vervul uw dienstwerk ten volle. Waarom zegt hij dat? Omdat Paulus heel goed weet dat je dienstwerk door allerlei gebeurtenissen ondermijnd kan worden. Het kan ondermijnd worden door zoveel dingen. Angst voor mensen. Wat zullen ze er wat vinden? Ongeloof, de zorgen voor de wereld, kritiek, ontmoediging, zonde. Zoveel dingen die die bediening in het werk kan staan. En dan zegt hij, vervul uw dienst ten volle. Waarom roept Paulus Timotheus op? Waarom roept u u en mij op? Waarom roept hij jouw jongeren op? Omdat Paulus weet we hebben nieuwe mensen nodig die daarvoor staan. Ik heb mensen nodig zegt Paulus aan wie ik het stokje kan doorgeven. En dat is een hele les voor ons in de gemeente. Soms zijn we als leiders zo bezig met het leiding geven in plaats dat we kijken en bidden zoeken wie zijn die jonge mensen die ons straks opvolgen? Die in diezelfde waarheid, in datzelfde spoor, straks de gemeente gaan leiden. als wij er niet meer zijn. Want Paulus zegt hier: Ik word immers reeds, op dit moment dat hij dat schrijft. als een plengoffer uitgegoten. En het tijdstip van mijn heengaan, mijn losgemaakt worden, is aanstaande. Met andere woorden, Timotheus. Het werk moet voorgezet worden. Waarom? Omdat dienaren van God sterven, maar het werk van God zal doorgaan tot in de eeuwigheid. Maar God heeft ervoor gekozen door mensen te werken, mensen te gebruiken. En zijn wij, ben u en ik, zijn we bruikbare instrumenten in de handen van God? Kan de Heer ons gebruiken? En hij zegt hier, ik word reeds als een plengoffer uitgegoten. Komen we voor het eerst tegen bij Jacob, als hij in Bethel een offer plengt. en daar een plengoffer uitgiet over het altaar. En dat vinden we ook nog terug in de wet van Mozes in Leviticus: dat er een bijbehorend plengoffer van een kwart in wijn wordt uitgegoten. Wat betekent dat? Dat betekent het uitgieten tot de laatste druppel aan toe. En Paulus zegt hier, ik heb mijn leven gegeven als een plengoffer. Ik heb geen druppel voor mezelf gehouden. Ik heb het volledig toegewijd aan de Heer. Wauw, wat een uitdaging. Wat een uitdaging. Hoe is dat met uw offer, uw plengoffer? Half glaasje voor de Heer, half glaasje voor jezelf. Is dat zo'n schommelend iets steeds? Of zegt u misschien vandaag, heren, geef me genade om volledig een plengel voor, voor u te zijn. Heel mijn leven wil ik wijden aan de dienst van God. Heel mijn leven wil ik wijden. En Paulus zegt hier zo mooi, we hebben het bij de kinderen ook gehoord. Hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Wauw. Paulus is niet een beetje hoogmoedig hier? Nou, Paulus kennende, was hij niet hoogmoedig. Hij wist wel door welke worstelingen en strijd de Heer hem genadig was om die strijd ook te volbrengen. Maar hij heeft daar zelf ook die keuze in gemaakt. Hij zegt: Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot het einde ge gebracht. En ik heb het geloof behouden. Welk geloof? Nou, lees je brieven maar, dan weet u welk geloof Paulus had. En hij zegt: Ik heb dat behouden. Hou vast, zeker nu we in tijden leven die zo anders zijn. Hou vast aan het geloof. En hij zegt: Verder is voor mij weggelegd. Hij wist daar zeker van. Weggelegd de krans of de kroon, andere vertaling, van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. Dat was geen vraag, dat was een overtuiging, want hij heeft de wetloop gelopen en de krans zal gegeven worden. En weet u wat het ironische is van wat Paulus hier zegt? Is het woord wat hij gebruikt voor krans. Het woord wat hij hier gebruikt voor krans is Stefanos. En waar ligt de link? In handelingen waar Stefanus gestenigd wordt voor zijn geloof in bijzijn van Paulus, toen nog Saulus. Zichtbaar een Stefanos, een Stefanus. En hij zegt: Ik heb dit geloof behouden. En voor mij is een Stefanos weggelegd. Het is niet een makkelijke weg geweest, maar het is een weg die hij volbracht heeft. Maar dan de vertroosting. En hij zegt: En dat is niet alleen aan mij. En je zou bijdenken dat hij zou zeggen: het is niet alleen aan mij, maar ook aan jou, Timotheus. Nee, hij zegt ook aan allen. Aan allen. Welke allen? Die zijn verschijning hebben lief gehad. Heeft u die verschijning nog steeds lief? De dag dat aan uw hart, aan uw denken, aan uw ziel geopenbaard was, werd wie u bent en dat u de Heer Jezus nodig hebt. De dag dat u tot geloof en bekering mocht komen, dat God Zijn liefde op dat moment aan u bewees, want die heeft Hij bewezen in Romeinen 5 vers 8, God echter bewijst of bevestigt Zijn lieve, liefde, eh, liefde, toen Christus voor ons is gestorven, daar Christus voor ons is gestorven, toen wij nog zondaren waren. Is het bewijs van Gods liefde. Maar heeft u die verschijning nog steeds lief? En hij zegt, dan zul je ook daar zijn. Is de zekerheid van het geloof. Lieve broeders en zusters, Paulus roept Timotheus op om standvastig te zijn. Timotheus onderwezen in het woord van God. Daarom is onderwijs, Bijbelstudie zo belangrijk. En u zult nooit verzadigd worden, want het woord van God is zo rijk en zo diep dat het elke keer weer bemoedigt en versterkt. Velen van u kunnen daarvan getuigen dat je opeens iets leest en denkt, wauw, wat is dit, dit heb ik nog nooit gezien. En opeens laat de Heer weer iets zien van dat heerlijke evangeliewoord waardoor u bemoedigd en gesterkt vertroost wordt in door de genade. Hou vast aan zijn woord. En mag ik u oproepen? Ga voor de finish. Ga voor de kroon. Ga voor die krans. Durf een Stefanos te zijn. Een Stefanus om de Stefanos te ontvangen. Tot eer en glorie van zijn naam. Zullen we hem samen daarvoor danken. Vader in de hemel, we komen u deze morgen zo hartelijk danken, Heeren. Voor de rust en vrede die we hier ervaren om samen te komen. Maar ook voor vrede en rust in ons hart, terwijl we in zo'n druk leven staan waar we zoveel beslissingen in moeten nemen. Een leven waar ook veel beslissingen voor ons worden genomen die indruisen tegen uw woord. Maar we hebben uw woord. En zoals u Timotheus hierin oproept, heren, om te volharden, om dat woord vast te houden, heren bidden wij dat u ons ook genadig bent en dat verlangen in ons opwekt om bij uw woord te blijven. Dat woord te overdenken, dat woord als een leidraad, als een zwaard aan de heup van ons ziel te binden, zodat we doen wat u van ons vraagt. Heren, dank u wel dat Psalm 19 zegt dat het de eenvoudige wijsheid schenkt. En heren, als we ons vergelijken met wie U bent, heren, dan zijn we zo eenvoudig. Dan mag je gestudeerd, geleerd hebben, maar we zijn zo eenvoudig. En U wil ons de wijsheid van een Uw Woord schenken, een zuiver Woord. Heer, wees zo met een ieder van ons. U kent ons zoals we hier zitten. U weet, Heer, of we werkelijk ons leven aan U hebben toegewijd. Of we met onze mond de zonde hebben beleden en met ons hart geloofd dat het bloed van de Heer Jezus ons reinigt van alle zonde. En dat we daardoor gerechtvaardigd, onberispelijk en rein voor U aangezicht mogen staan. En ik wil u zo bidden, Heer. Als er iemand is deze morgen die dat niet kent, dat hij of zij, Heeren, niet weggaat voordat ze het goed, of hij het goed heeft gemaakt met u, of in gesprek gaat met iemand hier van de leiding, en mag komen tot dat punt om de knieën te buigen en de zonde te beleiden. Heer, dank u wel dat U die genade nog steeds geeft. Want u wil niet dat mensen verloren gaan, doch dat alle tot erkentenis van die waarheid komen. En daarom moet ook die waarheid steeds weer gepredikt worden. Er is maar één weg tot de Vader. Er is maar één naam onder de hemel gegeven. De naam Jezus Christus, de Zoon van God. Heren, wees zo met ons ook als de week die voor ons ligt. Heren, de taken en verplichtingen die we hebben, dat we daarin, Heren, ook aangenaam zullen zijn voor uw aangezicht. Heren, geef ons zo een vol hart van uw liefde, zodat we dat kunnen delen met anderen. Dank u voor uw woord. Dank u voor wie u bent. Dank u voor uw genade. In Jezus' naam. Amen. Zingen we aansluitend lied 108, Leid mij Heer, o machtig heiland, een prachtig lied. En als u wil kunt u daarbij gaan staan.